Welkom bij het filmpje over de WYSIWYG editor. De WYSIWYG editor. Het lijkt een beetje op Word, zoals je ziet. Een paar knopjes. Ik zal er een aantal van demonstreren. Om te beginnen kunnen we hier een tekst plaatsen. We kunnen die gewoon typen. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een stukje tekst erin plakken met dit knopje. Als je enter een optietje en hier moet ik Ctrl-V drukken. Zo. Oké. En voilà, mijn tekst die ik daar straks had gekopieerd, wordt hierin geplakt. Goed, een boel van de knopjes zijn evident. Ik selecteer een woord. Als het knopje om een woord in het vet te zetten, om een stuk zin in het vet te zetten. Er is italic, om de letters scheef te zetten. En er is deze knop om woorden te onderlijnen. Je kan ook woorden doorstrepen met deze knop, zo, of paragrafen uitlijnen. Nu is die links uitgelijnd, maar je kan ook in het midden uitlijnen. Ik zal deze paragraaf rechts uitlijnen. Dat zijn de bekende knopjes uit Words. Deze ook, dat is een opsomming met bullets. Het is een opsomming met nummertjes. Zo, allemaal bekende knopjes, de undo-knop. En dan komen we bij de specialere knopjes. Je kan een link in. Dus stel dat ik van dit woord wil linken, of deze woorden wil linken naar de Fairtrade gemeente website, of de website van de NMBS, dan klik ik, dus eerst selecteren, dan klik ik op dit knopje. Er verschijnt een venstertje waar ik hier de link kan ingeven. Bijvoorbeeld, laat ik de NMBS nemen. Zo. Linken naar de website van de NMBS. Oké. Okay. En je ziet dit woord wordt een link. Wil ik de link aanpassen, dan kan ik dat opnieuw selecteren. Of kan er gewoon gaan instaan, dat is eigenlijk voldoende. En ik klik terug op het icoontje met de link. Voilà. En ik zie terug wat ik daar straks te zien kreeg. Ik kan hier een aantal extra opties instellen, moet je maar eens rustig bekijken. Je kan hier ook kiezen om te e-mailen. Dus als je zegt, nee, dit moet geen link zijn naar de NMBS, maar er moet een mail gestuurd worden naar bijvoorbeeld koen@fairtradegemeente.be. Als onderwerp, mail van de website. Zo, hij kan zelfs al een beetje body geven aan een koen. En dan kunnen mensen zelf aanvullen. Oké, voilà, nu is die link een maillink geworden. Link verwijderen kan ook. Dus terug erop gaan staan en niet op het icoontje link verwijderen. Trouwens, als je een klein beetje met je muis erop gaat staan en je wacht, dan zegt de website ook een link. Dus hij zegt telkens waarvoor het knopje dient. Een link en hop, de link is weer verdwenen. Goed, wat is er nog interessant? Een afbeelding toevoegen. Ik kan hier een afbeelding toevoegen met dit icoontje. Image. Klikken. Ofwel heb ik een afbeelding die ik ergens op internet heb staan, dan kan ik hier de URL ingeven. Dan even dus voordoen. Ik zoek een afbeelding. Kast. Nu maar eentje. Zoeken op kast, afbeeldingen. Nou, kast, afbeelding. Nou, dit is een afbeelding die op internet staat. En dit is het adres, de URL van die kast. Ik kopieer die en ik plak die hierin. Voilà. Zoals je ziet, in de preview, bijvoorbeeld, is de kast daar al. Ik kan de hoogte en de breedte van de kast instellen. Stel dat ik vind dat die te groot is, dan kan ik die minder breed maken, bijvoorbeeld 300 pixels breed. En je ziet dat de hoogte automatisch mee verandert, zodat de proportie hetzelfde blijft, dat de kast niet plat gedrukt wordt of uitgerokken wordt. Oké, als ik mee klaar ben, klik ik op OK en voilà. In mijn tekstje, op de plaats waar ik stond met de cursor, verschijnt mijn afbeelding. Er is een tweede manier om afbeeldingen toe te voegen. Ik zal even dus hiervoor doen. Dus ik ga hier staan, ik wil hier een afbeelding. Ik klik op afbeelding. De eerste manier was via de URL van afbeelding. Het kan ook zijn dat ik een foto of een afbeelding op mijn harde schijf heb staan. En klik ik op Browse Server. En dan krijg ik een nieuw venster te zien. Dit is de webserver van Fairtrade Gemeente. En ik zit hier in het mapje Herend. Ik ben ingelogd als Herend. Herend heeft hier al een aantal foto's staan. Zoals je kan zien. Maar ik ga nu een foto toevoegen. Hoe voeg ik een foto toe? Ik klik hier op Uploaden. Choose file, dus kies bestand. En we eens kijken.
Ja. Stel, ik wil het logo van Fairtrade gemeentelijk toevoegen. Open. Zo. En nu kan ik hier klikken op uploaden, dan komt de afbeelding vanzelf op de webserver terecht. Maar je kan ook kiezen om een aantal miniaturen aan te maken. Eentje van 180 bij 180 pixels en dat ik zeg ook eentje van 120 bij 120 pixels. Dan zal de website mijn afbeelding nemen en naast de afbeelding op de server te plaatsen, zal die ook een medium en een large miniatuur aanmaken. Zo, uploaden. Even wachten. Zo. Stand noemde logo. Hier, dit is het logo. Dit is de medium logo. Dit is de large logo. Je ziet hier de afmetingen. Deze is 180 bij 180 pixels, 120 bij 120 pixels. En mijn oorspronkelijke bestand was 1200 bij 583 pixels. Ik ga die large gebruiken. Dus ik duid die aan. Ik krijg hier een voorbeeldje te zien. En dan klik ik op bestand toevoegen. En dan komt er hier in de URL een verwijzing naar een plaats op de webserver. Daar trek ik me niet te veel van aan. Maar zoals je ziet, in de preview verschijnt het logo. Ik kan hier ook zeggen, bij 180, doe maar 150. Hoogte, breedte, te volgen elkaar. Klik op OK en zo, mijn logo is toegevoegd. Je ziet, deze miniatuur van 180 op 180 heeft die afgeknipt. De beperking van die miniatuur en hij maakt er vierkantjes van. Goed. Oké, afbeeldingen toevoegen. Er zijn nog een paar knopjes, source, daar ga ik niet te veel op ingaan. Als je daar klikt, krijg je de HTML-code te zien. Daar ga ik verder niet op ingaan. Dit knopje is om een horizontale lijn toe te voegen. Hop. Dat zijn twee knopjes om tekst erin te plakken. Dit is een gom, dus daarmee kan ik opmaak verwijderen. Dus dat staat opmaak, ik doe op de gom en hop, opmaak is verwijderd. Je kan ook hoofdingen aanbrengen, stel dat dit een hoofding is. Dan heb je hier... Hoofding 2, 3, 4, 5 en 6. Dus hoofding 2 is de grootste. Op. We zijn bijna rond. Dit knopje is om een tabel in te voegen. Voilà. 3 rijen, 2 kolommen. Breedte 500 pixels. Dus laat ik voorlopig zo. Oké. Okay. En ik wil kolom. Goed. En dan nog een laatste knopje. Dit knopje. Het knopje Link It. Dat is ook een link toevoegen, maar naar een bestand of een pagina op de website die al bestaat. Dus als ik daarop klik, dan kan ik zoeken voor naar inhoud, bijvoorbeeld. Daar vind ik niks van. Fairtrade provincie. Wat is Fairtrade provincie? Dat is, hij geeft dus aan de hand van wat ik ingeef, zoekt hij naar pagina's inhoud op de website waar dit in voorkomt. Dus Fairtrade van Fairtrade provincie. Als ik daarop klik, geeft hij hier de link naar de pagina van de Fairtrade provincie en ik ga zeggen insert. Zo, heeft hier een link van gemaakt naar de bestaande pagina op de website. Zo, dat was in het heel kort en heel snel eventjes overlopen waar al de knopjes hiervoor dienen. Veel succes!